Ik ben in 1999 begonnen bij Atlas Copco in het magazijn als orderpicker. En ik heb een aantal jaar heb ik in het warehouse gepikt en gepakt en op de inspectieafdeling werkzaam geweest. Dan ben ik via een laagkaderopleiding terechtgekomen in de bediende gedeelte. Ik ben bij Portable Air meestergast geweest. En teruggekomen als planner afroeper en rapporteringen gedaan. En dan geleidelijk aan het accent meer op projecten gaan leggen. Als projectleider ben ik onder andere verantwoordelijk voor de operationele systemen, dat ze goed functioneren. En als daar fouten insluipen of als daar verbeteringen mogelijk zijn, om die te initiëren en die op te volgen totdat ze getest zijn en in productie actief worden gezet. Ofwel specifiek nieuwe projecten op basis van een audit van een douanekantoor bijvoorbeeld. Waardoor je dus echt van nul moet beginnen en volledig tot het eindfase van het project verantwoordelijk bent. Dus vooral vind ik het interessant om het analytische te combineren met de flow van het operationele. Carrière mogelijkheden binnen Atlas Copco zijn voor mij altijd aanwezig geweest. Ik ben begonnen als arbeider op de werkvloer. En dan geleidelijk aan via ervaring terechtgekomen in de plannerswerk en contacten met leveranciers. En daaruit voortvloeiend in de projecten gerold. En nu zie ik toch dat ik projectleider ben van bepaalde projecten. En zeker kansen heb om verschillende richtingen op te evolueren binnen Atlas Copco.